ben op een wel heel bijzondere plek vandaag. Je zou het niet zeggen, het is volop zon. Maar ik zit op 500 kilometer van de Poolcirkel. Dat is op zich niet zo heel erg bijzonder, zou je zeggen. Wat wel bijzonder is, is dat op deze plek er een tulpenkwekerij is. De noordelijkste tulpenkwekerij ter wereld. Hij wordt gerund door natuurlijk een Nederlandse, Carolina Visser. Normaal gesproken ligt het hier 6 maanden per jaar vol met sneeuw. En is het soms tot op de grond wel min 30 graden. En in die omstandigheden worden hier dus tulpen gekweekt. Ik ben benieuwd hoe ze dat doet. Maar voordat we de boerderij bezoeken, even terug in de tulpentijd. Want om het hoge noorden te bereiken, heeft de tulp een flinke reis moeten afleggen. Deze begint in de 16e eeuw op een bergtop in het hedendaagse Kazachstan, waar een sultan haar ontdekt. Hij raakt gelijk betoverd door de bloem en neemt deze mee naar het hart van zijn Ottomaanse Rijk. Hier temt hij de wilde tulp en gebruikt het kleurrijke ruikertje als cadeautje voor belangrijke relaties. Zo belandt de tulp plots in de tuin van de Oostenrijkse keizer. En als ze hier net een beetje begint te aarden, wordt ze alweer uitgegraven. De hoftuinier heeft namelijk net een nieuwe job te pakken en smokkelt de tulp mee naar, jawel, Nederland. En de rest is geschiedenis. In ons land wordt de tulp een superster en trekt vandaag de dag miljoenen toeristen om haar in al haar pracht te bewonderen. Lang lijkt de reis van de tulp dan ook ten einde. Totdat een Nederlandse dame van de ene op de andere dag besluit naar het hoge noorden te verkassen. De tulp reist met haar mee naar haar volgende bestemming. Sollefteå, Zweden. En daar zoek ik tulpenkweker Carolina Visser en haar tulpen op. Hey Bas. Jij moet Carolina zijn. Ja, dat klopt. Hallo. Ja, leuk. Noorlands tulpaner. Ja, dat zijn we hier, ja. Ben je opeens ver in Zweden en dan hoor je een Nederlandse stem. Dat is toch een merkwaardige gewaarwording. Ja, hier komen toch veel Nederlanders dan. Maar ook zakelijk in de winter. Het zijn de Zweden die gek zijn op tulpen. Het is het teken van het voorjaar. We begonnen eigenlijk als een geintje met tulpen. Want ze zeiden van, nou, dat lukt niet hier, tulpenbollen kweek. Dus ja, als ze tegen mij zeggen dat gaat niet, ja, dan ben je op het verkeerde adres. Dan moeten we het minst proberen. En proberen doet ze het zeker. In 2006 koopt Carolina de boerderij in het gehucht Bakgeun net buiten Sollefteå. En sindsdien woont ze hier met haar Zweedse man Hasse een kudde ezels die voor de mest zorgt. 35 Siberische huskies waarmee ze in de winter sledentochten organiseert. En inmiddels al 200.000 tulpen in haar kweekland en showveld. En dan te bedenken dat dit ooit allemaal begon met een paar aardappels. Toen we op een gegeven moment in 2008 de aardappels opraapten, toen vroeg ik aan Hasse, wat doe je nou eigenlijk met het land in de winter? Hier in Zweden. Ja, niks, zegt hij. Wacht het voorjaar en dan zet je nieuwe aardappels. Ja, dat vond ik een beetje raar als je van een tulpenkweekfamilie komt, weet je wel. Waar denk je dan aan? Bollen. Dus dan ga je het in ieder geval proberen. Dus we kochten 1000 bollen in het aardappelland. Klipten we ze allemaal af. En verkochten ze voor onze shop in de stad. 3 dagen hadden we alle 1000 verkocht. Dan begonnen we met 7000 bollen. Dan kwamen er 1000 man al op af. Sinds 2011 noemen we dat Norrlands Tulpaan Festival. Het grote festival van Noorden. Het Noorlands Tulpaner Festival dus. Elke zomer opent Carolina haar poorten om bussen vol Zweden te verwelkomen die komen om te genieten van de Nederlandse tulpenpracht en een rondleiding. En hier zijn we dan bij het grote showland, zeg ik dan. 10 verschillende tuintjes gemaakt. En een beetje de geschiedenis van onze farm sinds 2008 dat we met de bollen begonnen zijn. En we begonnen met een schoffeltje. En dan, ik geloof 2013 kwam er eindelijk een trekker. Tot die tijd deden we alles met de hand. We hebben zo'n oude ding wat je met een paard trekt, zeg maar. En nou hebben we wel ezels, maar die begrepen er niks van. Dus Hasse was het paard en ik erachter. En zo hebben we een beetje zitten ploegen in het begin. En zo zijn we echt begonnen, hè, met de hand in de aarde. En je werkt met de middelen die je hebt. Ja, je moet gewoon aanpassen aan de natuur. De natuur doet wat hij wil. De vorst is geen probleem voor onze bollen. De vorst is juist goed, want je hebt geen bestrijdingsmiddelen nodig. Wij gebruiken niks. We zijn eigenlijk heel biologisch. De vocht is een probleem. In september regent hier vaak en dan droogt het niet meer. Dus wat wij doen, wij planteren zo laat mogelijk. Sneeuw is een goede isolator. En dan functioneert het prima. Dus nu lukt het ons ook. En het is heel duidelijk, de warmte van de aarde is van belang voor de tulpenteelt hier. Natte kleigrond planten wij tulpen. Ja, 30, 35 graden vorst deze winter. En moet je kijken wat erop komt. Wie gelooft dat nog? Hoe ongelooflijk de tulpenprestatie is, blijkt wel uit de busladingen vol Zweden die het festival in de zomer trekt. In de winter maken de honden de dienst uit op de boerderij en verschuilen de tulpen zich onder de grond. Bijna alle tulpen dan, want er is één trotse tulp die het hele jaar door te zien is. Een tulp van ijzer en glas. Ik kom van een tulpenbol familie, kun je zeggen. En ja, dan zei ik op een gegeven moment wel eens, joh, weet je wat? Ik wil in een tulpenbol slapen. Nou, en dan ga je nadenken, hoe kun je dat bouwen? Nou, en toen zag ik op een gegeven moment dit model. Ik denk, hé, nou, dan kun je dus de tulpenbol in. Ja, en hier kun je dan
lekker zitten. En natuurlijk rendiervelletjes, hè, dat hoort erbij in het noorden. Dan ga je lekker warm zitten op de grond. En hier zit je dan tegen mijn tulpenkussens aan. En dan heb je gewoon 360 graden zicht naar buiten. In de winter natuurlijk noorderlicht ook. Ja, je leert gewoon leven in de natuur, maar ook met de natuur. Nou, probeer hier te plannen in het bos, vergeet het. Er kan plotseling sneeuw komen of een kou. Of... Dus je moet je aanpassen aan de natuur. En op een gegeven moment merk je, ja, maar leef gewoon met de natuur. Je wordt veel meer ontspannen. Het is gewoon, het komt zoals het komt. Dus je leeft meer op de dag dan dat je jaren vooruit plant. En dan hebben we daar nog een grillplek op gebouwd. En hier geniet je gewoon. En de mooiste gesprekken komen hier naar voren, kan ik je vertellen. Bij het vuur. En wat ook mooi is, hier hebben we ook in de winter hebben de Sami's, de oorsprongsbevolking van het noorden. En die komen met rendieren. In april komen over ons meer, komen er duizenden rendieren voorbij. Omdat ze hier verzamelen om terug te gaan naar de bergen. En dan zitten we af en toe ook met de Sami's hier. En, ah, fantastisch verhaal. Dus je komt echt terug. En ah, als je over Sami's praat, zeg maar, die weten echt de natuur. Ja. En dan kom je af en toe tot mooie gesprekken. Het is gewoon fantastisch land. Ik heb mijn plek gevonden hier, ja. En niet alleen Carolina heeft haar plek gevonden in het Hoge Noorden. Ook de tulpen lijken zich helemaal thuis te voelen. Na de Ottomanen, Oostenrijkers en Nederlanders betovert de tulp nu ook de Zweden. Dat de tulp haar reis hier eindigt, is dan ook onwaarschijnlijk. Waarom zou ze? De wereld ligt aan haar voeten. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet het duimpje omhoog te geven. Vergeet je niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Meer video's zoals deze wilt zien. En dan zou ik zeggen nu, vanuit Sollefteå, Zweden, hej då.